Welkom dames en heren bij deze speciale editie van Jerry's Dagnieuws. Vandaag staat geheel in het teken van Raymond van Barneveld, Barney. Hij gaat terugkomen, 2021 wordt zijn jaar, hij gaat zijn comeback maken en we horen er zo alles over. Nou dames en heren, we hebben hem live in de uitzending. Raymond van Barneveld, Barney, hij maakt zijn comeback. Ik voel me ongelooflijk vereerd dat hij hier aan mee wil merken. Dus Raymond, van harte welkom kerel. Dankjewel, goedemiddag. Ja Raymond, je hebt aangekondigd de comeback te maken, recent. Je liet het eigenlijk al een beetje doorschemeren tijdens een interview met RTL Boulevard. Althans dat je eraan het denken was. Wat was eigenlijk de reden dat je toch echt definitief hebt besloten van ik ga er weer voor staan, ik ga weer beginnen? Ja, nou ja, toen natuurlijk 2 jaar geleden Jaco zei tijdens de Grand Prix van joh, we gaan er een eind aan maken, want je zit niet lekker in je vel. Kijk, ik was behoorlijk depressief en een burn-out. Ik was een vervelende man voor mezelf, mijn familie en mijn omgeving. Privé strubbelingen van mijn vrouw af natuurlijk, wat in principe nog steeds speelt. Ja, dus ik was gewoon helemaal mezelf niet. Ik kon me niet meer focussen. En Jaco zegt misschien moet je een stapje terug gaan doen en gewoon lekker demonstraties gaan doen. En lekker weer Raymond zijn. Voor iedereen gewoon toegankelijk en gewoon lekker lang leven de lol. Geen druk, geen stress meer. Want ja, uiteindelijk val je nu buiten de top 32 als je je prijzengeld op het WK niet gaat verdedigen. Ja, dan wordt het sowieso lastig. Dan moet je naar de Pro Tour toe en de Euro Tour. Dat zijn eigenlijk de toernooien die jou het slechtste aanstaan, weet je. Die vind je eigenlijk helemaal niks om te doen. Ja, kun je mij beloven dat je dat al gaat doen? Ik zeg, nou ja, eigenlijk niet. Dus aangekondigd. Eigenlijk het slechtste jaar dat ik mijn carrière meegemaakt. Gedegradeerd in de Premier League. Belachelijk WK is er onderuit. Dan heel veel pijn. Heel veel pijn wat je moet verwerken. Dit was het. Moet je voorstellen, als 17-jarig jongetje natuurlijk altijd een doelstelling gehad. Je wilde de beste ter wereld zijn. Je wilde de wereldkampioen worden. Nou, allemaal gerealiseerd. Ja, wat is je doelstelling dan ineens? En dat is wel heel raar hier, weet je. Want je hebt geen doelstelling meer. Ik heb wel een fantastische vriendin. Hè? Het is hartstikke leuk om leuke dingen mee te doen. Denk je, nou, lekker op vakantie, lekker demootjes doen, een beetje tv-werk, allemaal hartstikke leuk. Kom met een centje toch nog gewoon binnen. Ja, en dan ineens het afscheid en in februari en dan boom, corona. Dat was het. Ja, en dan voor iedereen natuurlijk op hun eigen manier hebben we daar natuurlijk mee te maken gehad. Iedereen verliest. Ik verloor natuurlijk ook heel veel. Ik kon ook geen demootjes meer doen en dat soort dingen. Dus eigenlijk om terug te komen. Ja, je mist het ook gewoon verschrikkelijk. Je mist de aandacht. En ik had natuurlijk gewoon gehoopt om gewoon lekker met demootjes te blijven doen. En mijn clinics en misschien persoonlijke trainingen gaan geven. Ja, niks mag meer. Ja, dan is het niet raar dat je natuurlijk toch wel in een gat valt. En dag in dag uit voor jaren gaat zitten staren. En dan heb je veel tijd om na te denken. Ja, goed. Ja, wat ik me dan afvraag, kijk, tijdens dat moment met Jaco dat je dat besproken hebt, misschien was het op dat moment wel de juiste keuze om je batterij weer op te laden. Dat je weer tot dat besef bent gekomen om die richting uit te gaan en dit is toch wat ik wil. Kijk, uiteindelijk had ik misschien beter een jaar sabbatical kunnen nemen, want dat heb ik natuurlijk nog gehad. Alleen je weet nu net hoe zoiets gaat. Kijk, dan kondig ik aan een sabbatical. Nou, dan gaat Target ook tegen je zeggen van dan hoef je ook een jaar niet te betalen. Je begrijpt hoe het zit. Ja. En dan komt zo'n UK Open er dan weer aan in maart. En dan word je toch weer onder druk gezet van joh, je staat nog steeds top 100. Je mag nog meegooien hoor. Dus doe gewoon, wie weet heb je een goede run. Weet je, en dat had gewoon niet gewerkt, Jerry. Ik denk dat ik gewoon juist heb gehandeld. Het heeft wel altijd gevoeld van iets raars, weet je, hè? Ik stop me met darten, ben ik al zo oud? Nee, ik ben helemaal nog niet zo oud. Ik was 52 toen ik het aankondigde. Ja, dus ik kan eigenlijk nog makkelijk 5, 6, 7 jaar mee. En dat zie je aan Dennis Priestley bijvoorbeeld, die draai nog heel lang, heb ik nog heel lang in de absolute top meegedraaid. Ja. Ik wilde ook niet, dat heb ik met Jacob ook overlegd, ik wilde ook niet dat mijn carrière als een nachtkaars uitging, weet je. En de John Parts, de Priestleys, we kennen ze allemaal, de Richie Burnetts. Uiteindelijk, waar zijn ze nu, weet je? Ze zijn eigenlijk gewoon weggevallen en niemand praat daar meer over. Ja, en dat wilde ik voorkomen. Dus ik wilde het eigenlijk zelf regisseren, het zelf aangeven. Maar ik denk, ik ken nog heel erg lang kan ik natuurlijk nog in het demonstratiecircuit. Ik kan televisieanalyses geven, dus ik blijf altijd wel lekker dicht op. Nog steeds onder de mensen, nog steeds lekker voor...
voor zaaltjes Barney Army. En daar had ik helemaal zin in. Mm-hmm. Ja, maar op een gegeven moment viel vanaf maart viel ineens alles weg. Ja, ja. En dan is het natuurlijk wel, dan raak je eigenlijk helemaal geen pijl meer aan. Want mensen zeiden wel eens tegen mij, je traint toch nog wel? Dan zeg ik, ja, maar lieve mensen, waar moet ik nog voor trainen dan? Ja. Weet je, ik hoef niet meer op het hoogste niveau te gooien. Als ik een demonstratie gooi en ik raak even niet wat ik hebben wil, ja, lekker belangrijk, weet je. En dan merk je eigenlijk van, ja, dat is niet een instelling die bij mij hoort. Ik heb altijd het uiterste gegeven in mijn carrière en altijd veel getraind. Ja, en dat zet je dan toch aan het denken. Dus ik heb op een gegeven moment toch zoiets gehad van, hoe zou het zijn als je weer gaat beginnen? Ja, en even los vast wat iedereen daar dan weer van gaat vinden. Ja, maar dat hou je toch erin. Weet je, ik denk dat... ik denk dat de hele Barney Army heel veel pijn heeft gehad de laatste jaren om jou te zien struggelen. Ik denk dat die hele Barney Army ook achter jou gaat staan als je die positieve tijd uitstraalt, wat je de laatste week, wat ik van je gezien heb, gaat doen. Ja. En als je weer met een frisse blik gaat beginnen, man, dan heb je zeker ondersteuning. Er zullen altijd sceptici zijn die altijd wat te mekkeren hebben of te zeuren hebben. Dat moeten ze allemaal zelf weten. Jij moet je eigen plan trekken waar jij gelukkig van wordt. Ik denk dat het belangrijkste is. Daardoor heb ik ook keuzes gemaakt. Ik zit nu bij het Benji-team samen met Diepe Kuit, Ben de Kok en Jeffrey de Zwaan. Dus we gaan dadelijk 5 dagen in de week trainen. We gaan sporten, we gaan alles doen. Ik ben helemaal van social media af. Ik ben ook niet meer te bereiken op Twitter of op Facebook of op Instagram. Oh. Ik moet het allemaal niet meer hebben. Dat gaan andere mensen voor me doen. Ik wil het zelf allemaal niet meer lezen of het nou positief of negatief is. Want als er een positief berichtje staat, dan staan er ook weer 3 of 5 negatief onder. Ik wil het gewoon niet meer lezen. Weet je, ik vind het lief als mensen me wat lief sturen. Maar je kan er niet goed mee omgaan als ze wat sturen waar je weer een slechte bui van kan krijgen de rest van de dag. En ik wil het gewoon niet meer lezen. Weet je, ik hoef het ook niet te weten allemaal. Nee. Ik ga het eigenlijk met mijn stinkende best doen. En ik weet dat ik helemaal vanaf nul moet beginnen weer. Maar ik ga er keihard voor werken. En daar kijk ik eigenlijk wel heel erg naar uit. Ja, je weet zelf natuurlijk, je gaf het in je interview met RTL ook al aan, dat het niet zomaar toegereikt zal worden waarschijnlijk. Nee. Je moet er hard voor werken om daar die plaats te verdienen. En je start weer van scratch. En ik kreeg wel verschillende berichtgevers straks voorbij komen. En ook dat heeft Arjan Jonge gevraagd. Doe je het nou voor het geld of zo? Laten we even dat meteen even streep doorheen halen. Daar gaat het totaal niet om. Want met je demo's waarschijnlijk, als je dat zou gooien, zou je meer verdienen als dat je dat circuit helemaal weer van nul af aan moet beginnen. Dus en laat één ding duidelijk zijn. Als ik voor demo's zou kiezen en die gaan gewoon allemaal door, dan zet ik dan als bedrijf het meeste om. Ja. Want ik heb ook de minste kosten. Hè? Want laat duidelijk zijn dat de opdrachtgever dan ook mijn hotel en mijn vliegticket betaalt. Ja, die moet ik allemaal nu zelf gaan betalen uit eigen zak. Ik heb natuurlijk toch wel wat sponsors gevonden. Maar ik vind het allemaal zo leuk, mensen die natuurlijk zeggen van, hij doet het voor het geld. Gelukkig is dat een eigenschap dat ik alleen maar heb. Hè. Ik ben de enige persoon in de wereld die alleen aan geld denkt. Zo komt het dan af en toe een beetje over. Dus dat is ook wel mooi. Maar mensen staan dus niet stil. Kijk, ik moet gewoon 4 dagen naar de Q-School in Duitsland in januari. Ja, en ook al heb je een tourcard, dat wil niet zeggen dat dan de 10.000 euro's binnenlopen. Dan begint het pas. Moet je nog gewoon aan de bak. En, ja, tuurlijk. Elke ronde is £500 van een pro-tour. Maar er zit ook zo'n beetje elk weekend €1.000 onkosten, denk ik zo'n beetje. Dus reken maar uit in 52 weekjes, hè? Ja. Goed. Dus daar kunnen we gewoon een streep doorstrekken, wat ik net al zei. Ja. En die mensen, die moeten hun eigen verhaal geloven. Maar jij weet wel beter en ik weet ook wel beter. Daarom. En dan is het even duidelijk voor de kijkers van dit programma. Nee, maar goed. Vergelijk het maar. Kijk, Arjen Robben, die gaat ook bij Groningen voetballen. Ja. Waarom gaat hij bij Groningen voetballen? Heus niet meer voor het geld. Maar al dat hij de sport gewoon nog een warm hart toedraagt. En hij vindt het gewoon leuk. En om daar af te sluiten. Nou, dat gevoel heb ik dus ook. Ik heb het gevoel dat ik mijn carrière niet goed heb afgesloten. Nee. Ja, en ik heb ook nog het gevoel dat er nog zeker iets te halen valt. En ik ga hier geen dingen roepen wat misschien niet te realiseren valt. Maar ik mag toch wel een poging wagen, dacht ik. Ja, zeker. Ja, die streep heb je wel verdiend, Raymond. Je gaat gewoon lekker een comeback maken. Je hebt voor jezelf waarschijnlijk met je management en met Ben een plan gemaakt. De samenwerking is eigenlijk voor 3 jaar, als ik het goed begreep. Ja, klopt. 3 jaar. En er wordt 5 dagen van maandag tot vrijdag wordt getraind. En dat kan zijn ook een beetje stukje fitness natuurlijk. Dagelijks naar de sportschool wandelen, zwemmen. Misschien wat armtrainingen met wat gewichten. Moeten we allemaal even gaan kijken. Maar er wordt zeker 2 tot 4 uur per dag op het dakbord doorgebracht. Ja, kijk, en iedereen kent mij. En ik was 19 jaar altijd heel erg scherp op het WK. En waarom was ik daar scherp? Omdat ik in december en november altijd 5 tot 6 uur trainde per dag. Ja. Ja, dus je kunt je voorstellen als ik elke dag mijn pijlen weer op ga pakken.
Ja, dan kan ik best nog wel een vervelend mannetje worden voor elke tegenstander. Ja. Ja, weet je, aan talent heeft het nooit gelegen, Raymond. Ik denk echt, als jij die pijlen weer gaat pakken, dat dat zeker erin zit. En dat heb je ook altijd wel bewezen. Het enige is, je zat mentaal destijds, zat je een beetje met jezelf in conflict, denk ik. Ik werd mijn eigen tegenstander natuurlijk. Kijk, jarenlang heb je dat beeld natuurlijk gehad van, ja, ik wil de allerbeste ter wereld worden. Nou, dan ga je op een gegeven moment je degens kruisen met Phil Taylor. Je verliest een paar keer, je wint een keer op een WK, je wint een keer op de UK Open. Ja, een paar jaar later is het wel duidelijk wie de betere van de twee is. Ja, en dat moet je een plekje kunnen geven. Ja, en ik kon dat heel slecht. Ik kan de tweede viool niet spelen, snap je? Het moet om mij draaien. En dat is misschien wel een stukje handjesgedrag. Maar dat mag je natuurlijk best wel uitstralen. Ja, na verloop van tijd, dan merk je gewoon dat het allemaal om hem draait en niet meer om jou. Ja, dan kom je ook gewoon in een situatie terecht dat je gewoon heel lastig met jezelf kan leven, weet je? Want je hebt er altijd eentje die beter is dan jij, snap je? En die 16 wereldtitels heeft behaald, wat natuurlijk fantastisch is. En nu ben ik zover dat ik er ook op een positieve manier naar kan kijken. Wel kan kijken van, hé, wacht eens even, ik heb toch wel even iets neergezet. Ja. En 5 wereldtitels en 3 officieuze. Hè. Je was er zelf bij, hè, toen ik in Épinal in Frankrijk werd we samen wereldkampioen. Die heeft niemand meegekregen, die titel. Maar ja, voor mijn gevoel ben ik wel 8-voudig individueel wereldkampioen. Ja, daar sluit ik me behoorlijk bij aan, Raymond. Daar ben ik het zeker mee eens. Ja, dus ik denk dat je destijds misschien verblind bent door alle pijn, alle negativiteit, alle tegenslagen. En dat je die periode wat je nou rust hebt gehad, dat heeft je waarschijnlijk dus tot inzichten gebracht, waardoor je dit kan doen. Want als je nog steeds hetzelfde had gedacht, had je niet aan moeten gaan beginnen. Nee, inderdaad. Hè. Maar kijk, ik praat niet alleen over puur tactisch en darttechnisch. Maar ik ben ook in mijn privéleven, ik ben bedreigd. Ik ben bestolen, inbraken geweest. Bij mijn ex-vrouw is een pistool op de hoofd gezet, hè, en mijn huis leeggehaald. Kijk, dat zijn niet dingen die zomaar even gewoon, dat je dat gewoon maar even naast je neer kan leggen. Ja, weet je? En moet je voorstellen, als er iets op een dinsdag of een woensdag plaatsvindt, en 3 dagen later moet je weer naar een toernooi toe, omdat uiteindelijk de centjes verdiend moeten worden. Ja, jij kan dat niet zomaar even naast je neerleggen. En dat werd moeilijker en moeilijker en moeilijker om dat te verwerken. Plus dan nog eens een keer het omgaan met verlies. Ja, dat werd gewoon. Ik kon dat gewoon niet meer, Jerry. Weet je, ik moest gewoon een gas terug gaan nemen. Om tijd te hebben voor mezelf. Om dingen te verwerken, hè, persoonlijk. En dat is dit jaar heel goed gelukt. En nu is het oktober. Ik heb 8 maanden de tijd gehad, 9 maanden de tijd gehad. En ik moet zeggen, ik sta er gewoon heel anders bij. En veel positiever. Ik krijg een unieke kans om in het team met Jeffrey en met Yves en met Ben de Kok in het Benji team te gaan werken. Ja, daar ben ik enorm dankbaar voor. Want met alle respect, ze waren niet heel veel te vinden, de sponsors, op één hand om Van Barneveld te ondersteunen, denk ik. Dus ik mag hier heel erg blij mee zijn. Ja, ik denk dat je persoonlijke vriendschap met Ben daar natuurlijk ook een rol in speelt. Want, maar het is ook een zakenman, hè. Kijk, we zijn natuurlijk vrienden, maar als hij ziet dat er als vriendschap weinig pit meer in zit in de persoon als Van Barneveld, dan heeft het natuurlijk ook niet zoveel zin. Je kan niet iemand in beweging krijgen die niet wil of vooruit te branden is, weet je. Dus dat gedeelte ligt natuurlijk bij mezelf. En dat heb ik goed onder controle. Waarschijnlijk heb je dat ook laten zien in die gesprekken. En ik heb er ook echt veel zin in. Ja. Super. Ja, want hij was ook in zijn interview met RTL ook niet heel mild daarover. Hij had duidelijk een visie voor ogen. En als die visie niet paste in jouw straatje, dan zou het eigenlijk op niks uitlopen waarschijnlijk. Dus ik vond het wel heel direct erin. En ik denk ook wel dat je dat even nodig had. En als jullie visies daar op één lijn liggen, dat een formule voor succes kan zijn. Dus goed. Zeker. En aan de andere kant, als ik Jeffrey ergens in bij kan staan, dan is dat voor hem zijn ontwikkeling natuurlijk ook alleen maar goed. We hopen ook gewoon. Ik denk dat ik de laatste 3 maanden van dit jaar nog weinig mijn gezicht laat zien. Maar het zou natuurlijk ook mooi zijn als hij wel de oude Jeffrey wordt en gewoon weer de toernootjes ver gaat komen zoals wij denken dat hij dat zou kunnen doen. Dus maar Raymond, even je strategie. Ja. Je officiële comeback ga je dus maken in januari tijdens de Q-School. Dus ik weet niet wat er verder nog te gooien is. Maar ik heb ook nog begrepen dat ik er misschien nog wel een kwalificatietoernooi is voor het aankomende WK. Ja, dat was mijn volgende vraag. Ik moet daar even over nadenken zelf nog. Of ik dit wel wil, dat dit te snel is. Aan de andere kant, ik ben nu dadelijk 5 dagen in de week aan het trainen. Dan zien we vanzelf
of daar progressie in zit. Mm-hmm. En als die progressie daar is, ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik me daarvoor inschrijf. Ja, dat is een unieke kans, lijkt me. Kijk, er is nog niks zeker. Ook de Q-school is nog niet heel zeker hoe het allemaal gaat plaatsvinden. Maar zo'n kwalificatie, die wordt waarschijnlijk in Nederland gehouden. Ja. En kostentechnisch is dat niet echt heel intensief, zullen we maar zeggen. En dat is een unieke kans. Ik heb natuurlijk ook begrepen, kijk, ben je dat er nou niet een tweede en derde plaats is, geeft volgens mij ook recht op een tourkaart. Dus ja, dat moet ik dan in ieder geval zeker gaan proberen, ja. En ik weet niet hoeveel 100 mensen daarop af gaan komen, maar voor zover ik weet uit het verleden is dat meestal een rond de 128 man. Ja, goed, dat is al lastig om zo'n toernooi even te winnen, maar ja, Van Barneveld in topvorm kan alles. Ja, ik ben het ermee eens. Ja, mij is het ook een keer gelukt, Raymond, dus kom op. Ja, klopt. Doelstelling dan. Het eerste doel is natuurlijk een tour gaat halen, maar er zijn verschillende scenario's. Laten we zeggen, je haalt het meteen, dat is top. Dan kan je gewoon de tour af en ga je met Jeffrey mee. We willen niet in het negatieve vallen, maar laten we zeggen, je haalt het dan net niet. Is het dan nog steeds wel je doelstelling het seizoen af te maken, dat challenge tour of iets te gooien, of hoe ziet dat uit? Ja, dan gaan we naar de Challenge Tour toe. En dan heb ik begrepen dat ik me ook nog mag proberen te plaatsen voor elke Eurotour. Ja, klopt. Ja, dus dan gaan we het op de alternatieve manier proberen te doen. Het is zeker niet zo dat als het niet succesvol is in januari, dat we dan gelijk beltje erbij neer gaan leggen. Nee, dat is zeker niet het geval. Ik heb een 3-jarig contract klaar. Dus ervan uitgaande dat de PDC niet gaat zeggen, hier heb je een wildcard, dat zie ik helemaal niet gebeuren. Nee. Ja, en mocht ik die tourcard wel halen, dan laat ik het allemaal lekker op afkomen. De demonstraties die nu geboekt staan, die blijven ook gewoon doorgaan. Mm-hmm. Er wordt niks afgezegd, dus ja, we moeten in het begin dan een beetje met die Pro Tour en Euro Tours daar een beetje omheen gaan bouwen. Uiteindelijk is het dan wel de bedoeling dat ik me weer ga kwalificeren voor televisietoernooien. Zo zijn er natuurlijk een aantal toernooien waarin je gewoon je rankingpunten nodig hebt om daarvoor in aanmerking te komen. Maar ik sta natuurlijk altijd open om eventueel een World Series, Premier League weet ik niet. Dat zal heel erg kort dag zijn en misschien nat dan. Maar aan de andere kant, de afgelopen jaren hebben ze heel veel omzet misgelopen in de kaartverkoop. Ja, en gemotiveerde en in vorm van Barneveld, verkoop wel kaarten. Ja, dat verkoopt kaartjes, maar. Ja, goed. Ik ben heel benieuwd hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen, Raymond. Mijn ondersteuning heb je, dat weet je. We kennen elkaar behoorlijk wat jaartjes. Ja. Kijk, ik stel me ook ter beschikking om een keer een trainingssessie met je te doen, met Jeff mee als je hartstikke wil. Leuk. Hartstikke leuk. Dus goed, dat bied ik bij deze aan. Ja, kijk, we gaan het gewoon zien, man. Ik verheug me erop om een Barney in topvorm weer te zien, lekker te zien stralen op tv-toernooien. En dat gaat gewoon gebeuren. Laten we daar gewoon even een deal voor maken. Raymond, dan hebben we de serieuze gedeeltes even gehaald op dit moment. Ja. Ik heb nog een itempje hier erin verwerkt. Barney's Choice heet dat. Dan zeg ik twee dingen en dan moet jij een keuze tussen maken. We gaan eerst heel simpel beginnen en dat wordt steeds moeilijker. Dus bij deze. Koffie of thee? Het was altijd thee, maar nu koffie. Oké. Een douche of een bad? Nee, een douche. In een bad zit je in je eigen vel. Daar heb ik niks mee. Wandelen of naar de gym? Wandelen. Oké, dubbel 16 of dubbel 18? Ik kan ook zeggen wandelen naar de gym. Ja, wandelen. Ja, oké, dan heb je beide bij je meegepakt natuurlijk. Ja. De dubbelstand, dubbel 16 of dubbel 18? Nee, dubbel 16, ja. Toch wel? Want vroeger was dubbel 18 altijd jouw to-go. Ja, goed, maar hij heeft me ook vaak in de steek gelaten hoor, ja. Dus, vaak had ik natuurlijk wel, kwam ik uit op 56, op 36, ik werkte er wel naartoe. Maar uiteindelijk laat je ook heel vaak 18 staan, weet je. En dan wil je ook die tweede pijl niet in die grote 9 gooien. Okay. En met een dubbel 16 heb je natuurlijk veel meer ruimte om uiteindelijk je dubbels te gooien. Tegenwoordig is natuurlijk elke pijl belangrijk, hè. En kan killing zijn om de lek uiteindelijk op te buigen naar jouw voordeel. Yeah. In de jaren dat ik heel veel voor dubbel 18 ging, had je aan een gemiddelde tussen de 85 en de 95 wel genoeg om je wedstrijdjes te winnen, denk ik. Dat is niet meer zo. Dat moet je nu een beetje rond de 105 gaan zitten, wil je dat doen tegenwoordig. Oké, duidelijk, Raymond. Dan gaan we naar de volgende. Een broodje bij Dopmeijer of Nando's Chicken? Die laatste? Nando's Chicken. Nando's.
Nee, helaas is Dotmeijer ter ziele. Ze hebben dit meer dan 110 jaar gedaan. Oké. Okay. En ja, die zijn sinds 1,5 jaar geleden gestopt. Dus, ah, zonde, man. Voor de echte Hagenees is dat echt een gemis. Ah. Dus ik zou altijd kiezen voor Dotmeijer. Ja, normaal gesproken. Die zaak heb ik nog niet meegemaakt. Ah, dat had ik nog niet meegekregen, man. Maar we zijn er een keer samen gaan eten, daarom vroeg ik het eigenlijk. Ja, klopt. Nee, die bestaan helaas niet meer. Ah, zonde, man. Ja, goed. Nee, ja, maar dan is er even een sentiment wat in je gedachten blijft. Dat je... Ja. Nou, de volgende, Raymond, ik weet, jij spaart heel veel en ook op speelgoedgebied. Dan moet je nou kiezen tussen Lego of Pops. Ja. Oeh, nou ja, kijk, het voordeel van Lego is, je bouwt het ook zelf, hè. Kijk, je koopt een pop, je zet hem in elkaar en dan is het klaar. Of komt helemaal nieuw, komt hij uit de doos. Ook hartstikke mooi. Maar dan zou ik toch voor Lego kiezen, want het is op zich gewoon hartstikke leuk tijdverdrijf. Ik zeg altijd een goede manier van zen. Lekker rustig, lekker bouwen met je partner of met je kinderen. Ja, hartstikke leuk. En, maar op dat moment is dat ook weer helemaal doorgeslagen. Dus ik heb hele dozen Lego staan die ik nog moet bouwen, maar ik kan ze niet bouwen, want ik heb er geen ruimte voor. Nee, precies. Allemaal in de opslag op dit moment. Ja. De volgende, Raymond, dat lijkt me een tricky one. Of een WK-finale of de Premier League in Ahoy. Wat vind je de mooiste ervaring? Dat bedoel ik eigenlijk daarmee. Ja, je bedoelt WK winnen of finale? Of wat, ja. Nou, in de WK-finale spelen of in Ahoy spelen? Poeh, dat is hele lastige, zeg. Ja. Beide anders, hè? Er is geen mooiere avond in heel mijn leven geweest dan daar. Laat dat duidelijk zijn. Mm-hmm. Het eerbetoon, ja, daar kan ik nog emotioneel over worden en kippenvel van krijgen. Er is niks mooiers dan dat. In mijn hele carrière heb ik natuurlijk heel veel zalen en heel veel wedstrijden gespeeld. Maar wat ik daar heb meegemaakt, ook zelfs nog in mijn laatste jaar, dat ik 2 keer met 7-1 verloor. En het respect wat je daar krijgt, daar kan geen WK tegenop, laat dat duidelijk zijn. WK winnen is natuurlijk heel belangrijk, ik heb 5 keer mogen doen. Maar om dan uiteindelijk het respect zo te mogen krijgen, iedereen in het oranje en dan zo aangemoedigd te worden. Ja, kippenvel. Dat is kippenvel. Daar krijg je nog koude rillingen van over mijn hele lijf. Ja, als je terugkijkt waarschijnlijk ook nog wel, of niet? Ja, zeker. Dat is het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt in heel mijn leven. Ja. Nou, de allerlaatste, Raymond, maar dan komen we eigenlijk een beetje terug op het financiële gedeelte. En ik weet het antwoord waarschijnlijk al. Of 3 miljoen euro krijgen, of je zesde WK-titel. Nee, dan de WK-titel. Ja. Dan komt die 3 miljoen vanzelf wel. Ja, dat klopt ook. Ik had hem opgeschreven en ik bedacht me dan in één keer. Eigenlijk is die keuze vrij simpel. Dus, ja, natuurlijk. Ja, nee, kijk, geld is natuurlijk altijd heel belangrijk. Uiteindelijk, we hebben allemaal het enige leven niet. Hè. We hebben allemaal een datum in onze kraag staan. Ja, en of je de aarde nou verlaat met 5 minuten op de bank of met 1 minuut op de bank, maak er maar een zak uit. Nee. Maar wat mensen altijd bij zal blijven, is wat je neer hebt gezet in de sport. En daarom zal ik altijd kiezen voor een extra wereldtitel natuurlijk. Ja, duidelijk. Nou goed, Raymond, dat was het itemje Barney's Choice. Ik wil je heel erg bedanken dat je hier aan mee wilde werken. Nogmaals, mijn ondersteuning heb je en we houden contact met elkaar. Is goed. Ga ik even een beltje gooien met Jeffrey, ja? Ja, super. Hey, train ze. Heel erg bedankt, Raymond. Oké, jongen. Yo, top. Doei. Ja, nou, dames en heren, we hebben het gehoord van Raymond. Hij heeft er heel veel zin in. Ik heb er ook heel veel zin om hem weer aan het werk te zien. We gaan waarschijnlijk samen die Q's gaan spelen, want ik ga die natuurlijk ook spelen. Dus we worden concurrenten van elkaar. Ja, geen probleem. We kennen elkaar al door en door en jaren. Dus ik zal er echt van genieten als ik tegen hem mag spelen. We hebben nog iets leuks erbij. We gaan een abonneer- en winactie doen. We hebben een setje limited edition Raymond van Barneveld Darts. Die gaan we onder alle abonnees gaan we die verloten. Dus ik zou zeggen, abonneer op mijn YouTube channel, op Jerry's Dartnieuws. En maak kans op deze toffe, unieke set pijlen. Ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.